De serie die ik wilde maken over de prediking in evangelische gemeenten, wil ik nu kijken naar een preek van Rob van Zon in de Shelter in Haarlem. En daar wil ik een paar kanttekeningen bij maken. Maar ik zeg al meteen dat dit een stuk aangenamer was dan de preek van David de Vos. In een andere video heb ik dat voorgelegd. Een soort van welvaartse evangelie dat hij predikt. Jezus is gekomen om onze ellende op te lossen, om ons vriendje te zijn. Rob van Zon is een stuk aangenamer, een stuk duidelijker ook in zijn evangelieverkondiging. Maar er zijn twee dingen die mij storen en die een overeenkomst hebben met wat David de Vos doet. Het eerste is dat voortdurende introduceren van eigen levenservaringen, eigen relaties enzovoort, die dan zo sterk op de voorgrond komen te staan dat de exegese, de uitleg van Gods woord, helemaal op de achtergrond raakt. Dat is één element ervan. En het andere element ervan is dat hij in de exegese van de tekst bijna onmiddellijk naar de toepassing snelt en daarbij die exegese eigenlijk dan meteen vervalst. Dat was heel erg sterk aanwezig bij David de Vos. In iets mindere mate, of veel mindere mate, bij Rob van Zon. Maar het gaat mij erom om een aantal fragmenten nu voor te leggen, dat u de stijl van Rob van Zon nog even goed kunt horen, als u hem niet kent. En daar wil ik dan een paar kanttekeningen bij maken. Maar dit was echt wel een veel plezieriger ervaring dan de preek van David de Vos. Laten we maar even luisteren naar een gedeelte. Als het me lukt om dat aan te zetten, zal ik hem toch zo moeten plaatsen waarschijnlijk. En ik ga spreken over de doop met de Heilige Geest en met vuur. Gewoon een lekker ontspannen boodschap. En kijk, er staat in Romeinen 8 vers 29. Er staat wie hij al van tevoren heeft uitgekozen. Heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon. Om het evenbeeld te worden van zijn zoon, dan hebben wij wel wat processen in ons leven nodig, toch? Dat is eigenlijk de eerste exegetische fout al meteen. Als we even kijken naar de passage in Romeinen 8, merkt dus op dat hij zegt, Romeinen 8 vers 29, zegt ons dat hen die hij tevoren heeft gekend, heeft hij ook tevoren bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Nou citeert hij het met een andere nadruk, om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te worden. En past dat onmiddellijk toe op het leven van hier en nu, dus maakt daarvan een tekst die met heiliging te maken heeft. Dus het bestemd zijn om aan het beeld van Gods Zoon gelijkvormig te zijn, is nu niet langer Gods intentie met ons, maar is een opdracht die wij te vervullen hebben. Nou, dan moet er bij mij heel veel gebeuren en de implicatie zal straks zijn dat wat er gebeuren moet, die dopen met de Heilige Geest is, die ik bijna over mezelf kan oproepen. We luisteren weer even verder. En Paulus zegt, dat is eigenlijk waarvoor je geroepen bent. Je bent geroepen om te worden als het evenbeeld van Jezus. Als ik hier op aarde wandel, dan moeten de mensen moeten Jezus in mij kunnen zien. Toch? Nou ja, het is in wezen hetzelfde. Kijk, hun die naar zijn voornemen zijn geroepen, die tevoren gekend zijn, heeft hij tevoren bestemd om aan dat beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Maar hij zegt dus, alsof er dus staat, we zijn geroepen om aan dat beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Nee, we zijn geroepen naar zijn voornemen en eveneens tevoren. Dat voornemen is tevoren, en die kennis die God van ons heeft, is tevoren.
dat heeft als uiteindelijk doel om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. Maar er staat helemaal niet dat hij ons geroepen heeft en nu onmiddellijk gelijkvormig wil maken aan zijn zoon. De staat die hij heeft geroepen, die heeft hij ook gerechtvaardigd en die hij heeft gerechtvaardigd, die heeft hij ook verheerlijkt, waarmee Paulus al vooruitwijst naar een realiteit die ook nog toekomstig is, namelijk dat wij de heerlijkheid van de Heer Jezus zullen delen op het moment dat we bij hem zullen zijn. Dus een passage die wil duidelijk maken dat wij kunnen vasthouden aan onze uitverkiezing in hele moeilijke omstandigheden. Wij zijn de uitverkorenen van God, wie zal beschuldiging tegen hen inbrengen? Er is een gebed nodig voor de heiligen, want wij zuchten in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. We zijn behouden geworden in de hoop. Allemaal elementen van de tekst van Romeinen 8 die duidelijk maakt, we zijn nog onderweg naar een toekomst en in het heden hebben wij te maken met vervolgingen en met moeite en problemen, maar toch, we kunnen ons vasthouden aan deze geweldige gouden ketting. De gouden ketting van de voorkennis, de voorbestemming, de roeping, de rechtvaardiging en de verheerlijking, waarbij niet alles wat daar staat al hier en nu in de realiteit zichtbaar is, maar een geloofde realiteit is. Dus Gods voornemen is geen realiteit nog, maar is een zaak van de toekomst. Iets wat wij hopen en verwachten. En die verwachting is het nou net die ons de kracht geeft. Als het alleen maar om het heden gaat, dan is veel belangrijker aan het eind van Romeinen 8, vers 37 tot en met 39. Kort samengevat, ik ben verzekerd dat niets ons zal kunnen scheiden van de liefde van God, die is in Christus Jezus onze Heer. Dat is de uiteindelijke troost. Maar hier gaat hij een koppeling maken tussen het uiteindelijke voornemen van God om ons gelijkvormig te maken aan zijn Zoon en de doop met de Heilige Geest. Laten we eens kijken hoe hij dat voor elkaar krijgt. Hoe moet ik anders het onderscheid maken in deze wereld? En Paulus zegt, je bent ertoe geroepen, ja, om te worden zoals het evenbeeld van Jezus. Nou ja, dat staat er dus eigenlijk niet. Laten we even kijken naar het volgende fragment. En dan horen we hoe hij dat verder uitwerkt. Vuur. Een heel belangrijk onderdeel is hier. Ik ga hem even lezen. Matteüs 3, vers 11. Johannes zegt, ik doop u wel met water tot bekering, maar hij die na mij komt, die is sterker dan ik. Ik ben het niet waard hem zijn sandalen na te dragen. Hij zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Nou is het niet zo dat Johannes zegt van, je hebt een doop met de Heilige Geest en je hebt een doop met vuur. Het is één. Ja, de Heilige Geest is wind, de Heilige Geest is vuur, de Heilige Geest is water, de Heilige Geest is kracht. En de Heilige Geest is ook een persoon. Ja, de Heilige Geest is God. En hij zegt dat Jezus is degene die doopt met de Heilige Geest en met vuur. En waarom hebben we het nou nodig en hoe werkt dat dan als God ons doopt met vuur? De Heilige Geest is vuur, dus die uitdrukking dopen met de Heilige Geest en met vuur betekent dus eigenlijk hetzelfde. Maar in plaats van de term vuur nou uit te leggen met behulp van de term Heilige Geest, draait hij het precies om. Het woord Heilige Geest, doop met de Heilige Geest, wordt nu uitgelegd met een fantasie, met een verbeelding over wat het woord vuur betekent. Nou is het heel belangrijk dat daar het lidwoord ontbreekt en dat we dus eigenlijk deze uitdrukking hebben. Hij zal u dopen met Heilige Geest vuur. Met het vuur van de Heilige Geest. Maar dat pakt verschillend uit. Dat pakt verschillend uit. De tarwe wordt samengebracht en het kaf wordt verbrand. Daar zal hij het straks ook over hebben. Maar de context daarvan is deze. Vele fariseeën en saduceeën komen bij Johannes de Doper en willen door hem gedoopt worden.
Adderen gebroed, zegt Johannes. Wie heeft u een aanwijzing gegeven om de komende toorn te ontvluchten? Brengt dan vrucht voort de bekering waardig. Denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen, we hebben Abraham tot vader. Want ik zeg u dat God uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. En de bijl ligt al aan de wortel van de bomen. Elke boom dan die geen goede vrucht voorbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Kijk, dat is de context van het woord vuur. Dus het vuur van de vernietiging en van het oordeel. Als Johannes meteen daarna zegt, hij zal u dopen met de Heilige Geest en vuur, dan wil dat zeggen, dat is één geheel, maar de Heilige Geest, als je in de Heilige Geest wordt gedoopt, als een gelovige wordt je behouden, bijeengebracht als tarwe in de schuur, en als de Heilige Geest zich als vuur aan jou vertoont, niet als die vlammen van vuur in Handelingen, maar als het vuur van het oordeel, ja, dan ben je het kaf dat met onuitblusbaar vuur verbrand zal worden. Merk ook op dat hij later in de toepassing wel spreekt over het geslagen worden en het opgegooid worden, wat bij het dorsen gebruikelijk is, zodat het kaf kan wegblazen. Maar dat hij het niet heeft over dat onuitblusbare vuur, behalve in de zin van mijn goede werken en mijn slechte werken worden daardoor verbrand. En dan brengt hij het in verband met een tekst van Paulus die een hele andere betekenis heeft. Maar onthoud dus deze twee dingen. De context zegt, het gaat over het verschil tussen groepen mensen. Dat adderen gebroed die geen vrucht voorbrengen, de bekering waardig. Die willen deze doop ondergaan om zich als het ware veilig te stellen. En het tweede punt, de doop met de Heilige Geest en met vuur is geen aanduiding van een praktisch reinigingsproces of van een heiliging van gelovigen, maar is een bewering over wat Jezus kon doen. Hij komt mensen onderdompelen in de Heilige Geest en dat leidt ertoe dat ze worden geoordeeld wanneer ze zich niet hebben bekeerd en worden aangenomen als ze zich wel hebben bekeerd. Brengt dan vrucht voort de bekeringen waardig in vers 8 is een heel belangrijk vers om hierbij in de gaten te houden. Nou, laten we eens kijken wat hij daarvan maakt. Zijn wij bewust als God ons doopt met vuur? Zijn wij bewust dat God af en toe het vuur onder ons leven wat warmer draait? Ja, dat heeft dus eigenlijk helemaal niks met het onderwerp te maken. We gaan snel naar een volgende passage. Daar komt hij. Als je gaat spreken over de doop in de Heilige Geest en met vuur, betekent ook in je eigen leven dat het vuur dan wel eventjes helemaal opgeladen wordt. Ja? En heftig opgeladen wordt. En heftiger opgeladen wordt. En ik heb elke keer gezegd, Heer, ik kies om gedoopt te worden met vuur. Ik heb niet meer zoals 20 jaar geleden gezegd, ik doe het niet meer. Ik heb gezegd, ik doe het. Ik heb gezegd, Heer, elke dag, het maakt me niet uit, ik geef u de ruimte om mij te dopen met vuur. Nou, Johannes, die legt het uit. Hij zegt, want de wang is in zijn hand, op zijn dorsvloer grondig te reinigen en om scheiding te brengen tussen de kas en de koren. Nou zijn er heel veel mensen die dan zeggen, ja, de scheiding tussen kaf en koren, dat betekent tussen de goddelozen en de rechtvaardigen, dat er scheiding gebracht wordt. Ja, koekoek, dat is de makkelijkste uitweg. Ja, want zo werkt hij niet. Want hij staat in de context, ja, dat Johannes spreekt, dat Jezus je zal dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dus wat hij zegt is, dat God pakt jouw leven, die tarwe, die pakt hij. En wat moet hij dan doen om de koren van het kaf te scheiden? Wat moet je dan gaan doen? Dan moet je gaan slaan. This is my life. En dan gaat hij slaan. En dan gaat hij slaan. En dan gaat hij slaan. En hij slaat net zo lang tot het koren en het kaf gescheiden wordt. En dan denk je, nou, ja, dat is wel genoeg zo. Zegt God, nee, dan gooi ik je in de wang en dan ga ik met je schudden.
Zeg ik, nee, heer, toch niet schudden? Jawel, schudden. En God gaat schudden. En dan denk je van, dit is goed. Dit is goed. Schudden. Schudden is goed, hè? Want er staat in de Bijbel van, hij zal u geven een goede geschudde overlopende mate. Ja? Dus heer, schud mij maar. Ja? Dus God gaat schudden. En dan denk je, nu is het klaar. Dan zegt hij, nee, nu ga ik gooien. Ja? Want de kaf moet omhoog en de koren moet naar beneden. Dus the story of my life. God pakt je, God slaat je, God schudt je, God gooit je. En dan zegt hij, nou, bevalt het? Ik zeg, ja, lekker, hè? Nog een keer, nog een keer. He? Ik ben net een Teletubbie. Nog een keer, nog een keer. Ja? Maar dat is de dood met vuur. Dat is de doop met vuur. Ja, het wordt dus voorgesteld als iets wat, nou ja, ten eerste wat je zelf kunt willen. Hè. Hij zegt tegen de Heer, nou, doe het maar. Laat me maar gedoopt worden met vuur. En op een goed moment zegt hij, nou, liever niet meer. Dit valt onder een hele bekende, verkeerde exegese, verkeerde benadering van de schrift. En ik wil daar kort iets over zeggen. Kijk, wat je in de exegese van de schrift hebt, is altijd twee zaken. Je hebt de exegese van de tekst. Hè, dan gaan wij over de brug heen, die over die afgrond van de tijd loopt. Hè, de tijd die afstand maakt tussen ons en de teksten van Matthäus en van Paulus. Hè, dat is de afgrond die wordt bepaald door taal, want het Grieks van het Nieuwe Testament is onze taal niet, is van niemand nog de taal. De cultuurverschillen. Het is toch wel een groot verschil of je een Nederlandse jongen bent in 2019. Of dat je net als Paulus een Jood bent die door de antieke Romeinse wereld heen reist. Cultuurverschillen, taalverschillen. Gewoon de afstand in de geschiedenis, de hele context waarin mensen leven. En natuurlijk ook de manier waarop ze zelf hun religieuze opvoeding hebben gehad. Ook totaal anders. Paulus had geen volledige Bijbel zoals wij dat hebben. Had het Oude Testament op bepaalde wijze uitgelegd. Er is een enorme kloof tussen zijn tijd en onze tijd. En dat geldt voor Matthäus net zo goed. Nu is de bedoeling dat wij over die afgrond een brug gaan bouwen. En die brug die gaat van ons uit naar die tijd toe. En nou is de bedoeling dat we de intentie van de schrijver, in dit geval van het Matthäus-evangelie, leren begrijpen vanuit zijn context. Dus wat is de context van Matthäus? Waarom schrijft hij het op deze manier? Hoe zullen die eerste lezers het begrepen hebben als hij ze zo toespreekt? Op die manier stellen we vast wat de bedoeling was van de schrijver. En de bedoeling van de schrijver is de betekenis van de tekst in de context van die schrijver. Dat is zijn bedoeling. Die schrijver is zich ook bewust van de context waarin hij schrijft. Als we nu zo'n tekst gaan toepassen met een betekenis die het voor de schrijver niet kon hebben, en voor de toenmalige lezer niet kan hebben, hebben we dus te maken met een subjectieve of directe toepassing van de tekst. Zo heet dat dan. Een directe toepassing zonder dat we kijken naar de oorspronkelijke betekenis. Dan zeggen we, wat zou zo'n tekst voor mij kunnen betekenen? Nou, als ik de stap zet om mijzelf te identificeren, of als het goede in mij te identificeren met de tarwe, en als ik het slechte in mij identificeer met het kaf, dan kan ik op deze manier die tekst gaan bekijken. Dat is dan het resultaat oplevert van een verhaal over de doop met de Heilige Geest, die op die manier een reiniging, een heiliging van mij tot stand brengt. Maar ja, het is een beetje alsof die teksten dus zonder de context gaan bekijken. Is de prediking van Johannes de Doper sowieso rechtstreeks op ons van toepassing? Moeten we daar niet iets zeggen over de context? Het is net alsof we zeggen, niet van brood alleen zal de mens leven, maar van alle woord dat door de mond van God uitgaat. Dat we zeggen, nou, we eten dus geen brood meer. Omdat voor ons
brood eten een issue is, om wat voor reden dan ook. En dan gaat die tekst dat tegen ons zeggen. Nou is dat misschien een beetje een radicaal voorbeeld. Het is natuurlijk wat subtieler bij Rob van Zon. Maar dat is wat er gebeurt. Een directe toepassing, zonder dat de oorspronkelijke betekenis is vastgesteld. En die directe toepassing is dan op het leven zelf gericht. Een algemene stelling hierbij is deze. Een tekst kan niet een betekenis hebben vandaag die het niet had in zijn oorspronkelijke context. Dus als de lezer van toen die verwijzing naar de dorsvloer, een heel bekend oud-testamentisch beeld, niet kon begrijpen als een tekst die over levensheiliging gaat, dan kan dat anno 2019 ook niet. Dus de hele vraag is of we zouden kunnen zeggen dat in de tijd van Johannes de Doper en met de bedoelingen van Johannes de Doper die tekst die betekenis zou kunnen hebben. Nou, ik heb al gezegd, de context ervan, daar moet je vanaf vers 1 lezen in hoofdstuk 3. Het gaat om Johannes de Doper, die roept in de woestijn, bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. Het gaat om Jeruzalem en Judea, de hele omstreek van de Jordaan die naar hem toe loopt. En daaronder zijn fariseeën en sadduceeën. En die scheiding tussen de mensen die waarachtig en oprecht zich bekeren tot de boodschap van Johannes en de fariseeën en sadduceeën die als adderen gebroed worden aangeduid en die geen werken, geen vruchten voortbrengen in overeenstemming met de bekering, over die twee groepen gaat het nou juist in dat gedeelte. Bomen die geen goede vrucht voortbrengen tegenover bomen die wel goede vrucht voortbrengen. En dan het contrast tussen Johannes de Doper die doopt met water tot bekering en dan Jezus die doopt met de Heilige Geest en vuur. Heilige Geest en vuur wordt gebruikt juist weer om die twee groepen van elkaar te onderscheiden. Zij die zich bekeerd hebben worden gedoopt met de Heilige Geest en zo zal het ook zijn. Zo wordt op de Pinksterdag dus duidelijk. Maar hij doopt, dat wil zeggen hij dompelt ook onder in het vuur. Hij laat door het vuur verteren wie niet tot bekering is gekomen. Dat andere gebroed is waar Johannes de Doper het over heeft. Het tarwe wat hij samenbrengt in de schuur, dat zijn de mensen die zich hebben bekeerd. En het kaf, dat zijn de mensen die nutteloos gebleken zijn voor de Heer van de oogst. Laten we maar eens even kijken in het volgende fragment wat hier nog meer gezegd wordt. Daar word je toch enthousiast van? Is toch heerlijk? Is toch heerlijk? Als God je dan pakt en je gewoon liefdevol gaat slaan. En gaat gooien en gaat schudden. Maar dat is de doop met vuur. Want het kaf is gewoon een nutteloos omhulsel. Maar wat doet het kaf? Het kaf houdt de koren beschermd. Je ziet de koren niet naar boven komen, omdat die bedekt wordt met het kaf. En God zegt, ik ben op zoek naar de koren in jouw leven. Ik ben op zoek naar datgene wat leven geeft. Ik wil van jouw leven, wil ik een levend brood maken, dat waar jij gaat, dat mensen naar je toe kunnen komen, van je kunnen eten. Ja? En wat geef je ze te eten? Je geeft ze leven te eten. Even tussendoor, dit is natuurlijk allemaal een uitgebreide fantasie. Dat is een tweede kenmerk van die exegese. Dus niet alleen maar die voorbarige directe toepassing, maar ook het weglopen met een metafoor. De schrift spreekt hier over tarwe als een metafoor voor een groep mensen, denk ik. Hij past dat toe op het goede in mijn leven waar God dan broodjes van wil bakken. Want mensen kunnen dan bij mij komen om van mij te eten. Er wordt nergens in de schrift gezegd dat wij levende broden zijn van wie de mensen moeten eten. Er is maar één, het waarachtige brood uit de hemel, en dat is de Heer Jezus. En van hem wordt gegeten, door ons, om leven te ontvangen. Dus dit is een hele rare, gevaarlijke toepassing, die puur en alleen maar uit de fantasie voortkomt, omdat die wegloopt met dat beeld van die tarwe. Beelden moeten worden uitgelegd heel strikt in de context waarin ze voorkomen. En wat je nooit mag doen, is het beeld gebruiken om daar een heel verzinsel aan vast te maken. Dat leidt, voor je het weet, tot allerlei fabels en theologietjes die
uit het zelfstandig gebruik van dat beeld voorkomen. En waarin het beeld dus niet wordt gebruikt als een illustratie of als een symbool voor een inhoud die we ook nauwkeuriger onder woorden kunnen brengen, maar als het ware zijn eigen leven gaat leiden. Maar dan heb je wel leven nodig. Je hebt leven nodig om leven te geven. En God zegt, het kaf is nutteloos. Maar het kaf bedekt de koren. En het vuur. Het vuur maakt scheiding tussen de koren en het kaf. Want hij zegt, want het kaf gaat in onuitblusbaar vuur. Dat gaat weg. Ja? Maar de koren blijft bestaan. Heerlijk toch om gedoopt te worden met vuur? Is één enthousiast. Is er één die het wil. Maar de kerk van tegenwoordig heeft de doop met vuur nodig. Weet u dat? De kerk van Nederland heeft de doop met vuur nodig. Ja? Als wij weten dat Jezus terugkomt, waar komt Jezus voor terug? Voor een bruid zonder vlek, zonder rimpel. Ja? Als een bruid een jurk gaat kopen en een prachtige witte jurk van 3 miljoen. Zo mooi kun je hem nergens vinden. Ja? En er zit één zwart puntje op. Wat zegt hij dan? Die jurk wil ik niet. Er zit één zwart vlekje op. Die jurk die wil ik niet. Als God voor zijn bruid komt, dan wil hij een bruid zonder vlek of rimpel. Nou, dat betekent dus dat we met een andere passage hier te rekenen hebben. Als ik me niet vergis, is dat Efeze 5. Christus heeft de gemeente lief gehad, zichzelf voor haar overgegeven, opdat hij haar zou heiligen, haar reinigen door de wassing met water door het woord. Dus juist de goede toepassing van het woord geeft de reiniging van de gemeente. En juist op het vlak van die exegese stelt hij hier zo teleur. Opdat hij de gemeente voor zich zou stellen, heerlijk zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Nou, dat zijn de vlekken of rimpels in de huid. En niet in het kleed van de bruid. Maar opdat zij heilig en onberispelijk zou zijn. Nou, zeker, dat is de bedoeling om de gemeente als zodanig voor te stellen. Maar pas op, dat beeld dus van ik ben dat vlekje op de jurk van die bruid, ik wil dat vlekje niet zijn, is een hele fantasievoorstelling. We weten uit de geschiedenis dat de oude dopers die tekst van dat heilig en onberispelijk inderdaad zou hebben toegepast. En dat past wel mooi bij die heiligheidsbeweging. Stuk van het Wesleyanisme wat ook in die charismatische en moderne evangelische groepen zo'n rol speelt, dat je heilig onberispelijk moet zijn, hè, dat de geest dat aan je doen moet. Dat is wat die doop met vuur dan moet betekenen. Maar dat wordt toegepast op het individu. Dus de gemeente moet zonder vlek of rimpel zijn. Daarom heeft Christus haar willen wassen met het woord, met Gods woord. Uw woord is de waarheid, Johannes 17, vers 17. En daarmee wilde hij de gemeente reinigen. En wat wordt dat nu? Nee, de leden van de gemeente, die moeten er naar streven om heilig en onberispelijk te zijn. Ze mogen dat vlekje niet zijn op de jurk van de bruid. En daarom hebben wij die doop met de Heilige Geest nodig. Ik denk dat dat een verkeerde toepassing is van de tekst uit Efeze 5, met hele kwaadaardige gevolgen, met een overspannen ethiek en met dit soort verhalen over de doop met de Heilige Geest en met vuur. We luisteren even naar het vervolg. En ik wil die vlek niet zijn. Ik weet niet hoe het in uw leven zit, maar ik wil die vlek niet zijn. Want je oog, als je een heel groot wit veld hebt en je doet er één zwart puntje op, dan zegt iedereen, ja, zie je dat zwarte puntje? Niemand kijkt naar dat grote witte veld, maar iedereen ziet dat zwarte puntje. Maar er is een andere tekst, die wil ik even met u lezen. We gaan even kijken. Vers 10. Naar het begin daarvan. 1 Korinthe 3 vers 10. Naar de genade Gods die mij gegeven is, zegt Paulus, heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd waarop een ander voortbouwt. Maar ieder ziet wel toe hoe hij daarop bouwt. Wat een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. Hij zegt, een ander fundament dan Jezus Christus is er niet.
En dan zegt hij, is er iemand die op dit fundament bouwt met goud, zilver, kostbare gesteenten, hout, hooi of stro, ieders werk zal aan het licht komen, want de dag zal het doen blijken, omdat hij met vuur verschijnt. En hoedanig ieders werk is, dat zal het vuur uitmaken. Indien het werk dat hij erop gebouwd heeft stand houdt, zal hij loon ontvangen. Maar indien iemands werk verbrandt, zal hij schade lijden. Doch hij zelf zal gered worden als door vuur heen. Ik wil niet wachten tot de dag komt dat hij mijn leven gaat toetsen met vuur. Ja, en dat is ook weer zo'n vergissing. 1 Korinthe 3 spreekt over de medearbeiders van Paulus, over andere dienstknechten zoals Apollos. En het is de functie van Paulus om als een wijs bouwmeester dat fundament gelegd te hebben, namelijk Jezus Christus zelf, en een ander erop te laten bouwen. Dus er zijn bouwmeesters werkzaam, stichters van gemeenten. Kategeten van die gemeente, leraren die gemeente opbouwen. En ieders werk is hier het werk van een ieder die als bouwmeester optreedt. De toepassing daarvan op alle gelovigen die met hun werken straks door het vuur beproefd zullen worden, is een homiletische toepassing. Het is een overdracht van wat hier specifiek gezegd wordt over mensen die gemeente stichten, naar ons allemaal. Hij wil dus zeggen, ook als er mensen zijn die bouwen op het fundament, of het fundament een beetje scheef leggen, dat is niet zo dat zij dan verloren zullen gaan. Het vuur maakt duidelijk, het oordeel maakt duidelijk of zij die gemeente correct hebben opgebouwd. De dag zal al het licht brengen, omdat deze in vuur geopenbaard wordt, en hoe ieders werk is, dat zal het vuur beproeven. Als iemands werk dat hij daarop gebouwd heeft zal blijven, zal hij loon ontvangen. Dus het gaat om bouwers. Maar wat zegt hij? Vers 9, want Gods medearbeiders zijn wij, dus zij zijn de bouwers, wij de apostolische gemeenschap, de leraren die gezonden zijn, misschien wel de oudsten ook wel, maar Gods akker, Gods gebouw bent u. Dus in het context van dit verhaal is er verschil tussen de gemeente als geheel, dat is een gebouw, een akker, en de bouwmeesters die hier onder dat oordeel zullen vallen. Het heeft dus veel meer te maken met een tekst zoals we die vinden in de Hebreeënbrief, dat degene die Gods woord moeten brengen een des te zwaarder oordeel zullen ontvangen. Onze God is een verterend vuur, zie ik ook trouwens even staan in Hebreeën 12, vers 29. Houdt uw voorgangers in herinnering, Hebreeën 13, vers 7, die het woord van God tot u gesproken hebben, niet hun eigen verhaaltjes dus, maar het woord van God gesproken hebben, en volgt waar u het einde van hun wandel beschouwt, hun geloof na. En dat is precies de reden dat zij een grotere verantwoordelijkheid dragen. Wees dan uw voorgangers gehoorzaam, vers 17, en wees hun onderdanig, want ze waken over uw zielen als degene die rekenschap zullen afleggen. Zij zullen rekenschap afleggen voor de wijze waarop zij de gemeente hebben opgebouwd. En de bedoeling is dat ze dat met vreugde doen en niet zuchtend, want dat is ook voor hun, voor de gemeente niet nuttig. Dus het gaat in 1 Korinthe 3 helemaal niet over ons allemaal, maar het gaat over degene die aan de gemeente bouwen. Dat is de goede context. Ja, en de homiletische toepassing van dat ene losse vers. Ieders werk zal openbaar worden, dat vers 12 dus, en 13. Ja, dat klinkt als een hele algemene regel, maar de context maakt duidelijk dat Paulus het nog steeds heeft over die bouwmeesters en hun werk. Want er is in de context geen enkele aanwijzing voor dat het werk hier zou kunnen duiden op geloof dat door liefde werkt, of onze werken van dankbaarheid of iets in die trant. Een echt verkeerde exegese die dan leidt tot een hele noodlottige
toepassing. Namelijk dat wij steeds maar moeten zoeken naar die doop met vuur, zodat we nu al de verkeerde werken kwijtraken, zodat we dat straks niet hoeven te doen. Straks niet hoeven mee te maken op het moment dat we voor de rechterstoel van Jezus geopenbaard zullen worden. Daar is dus hier helemaal geen sprake van. Ik zal door het vuur gered worden. Ook al zou ik verkeerd bouwen, de genade van God is zo groot. Hij zegt, maar je werken zullen verbranden. Hij zegt, jijzelf zal gered worden als door vuur heen. Maar je werken, datgene wat je doet, wat je bouwt, dat zal het vuur uitmaken. Wat is er uit God en wat is er uit jezelf? Hoeveel werk is er nog van uzelf? Want hij zegt, je zal loon ontvangen naar de hand van je werken. Als God het geestelijk huis aan het bouwen is en hij komt met vuur, dan doet hij datgene verteren wat eigenlijk niet de vrucht voortbrengt die hij zou willen in je leven. En vuur is niet fijn. Dat begon dus heel goed, hè? Als God het geestelijke huis bouwt, zeker de gemeente. En wat wij bijdragen aan die bouw, we zijn de levende stenen daarvan. Als we een bediening hebben, dan bouwen we ook de gemeente op, is het idee. Dan zijn we die bouwmeesters, of degene die op dat fundament voortbouwen. Maar dan gaat hij bijna in één zin, ik geloof zelfs in één zin, gaat hij over van God die het huis bouwt, naar ons leven waarin wij bouwen. Maar 1 Korinthe 3 gaat nogmaals over de bouwers van de gemeente. Echt niet. Maar het vuur vraagt wel alles van je leven. Alles. Als Elia met de Baalpriesters in conclave is, dan zegt hij, de God die antwoordt met vuur is de ware God. En hij bouwt een altaar met de 12 stenen van de stammen van Israël. Hij denkt, die zijn heilig voor God. En als God antwoordt met vuur, blijft er gewoon helemaal niks van over. Niets. Er blijft niets van over. Ook het altaar is weg, het offer is weg, het water is weg. Alles gaat weg. Alles wordt verteerd. En hoe meer er van mij verteerd wordt, hoe meer er van Jezus zichtbaar wordt in mij. Ja, Paulus zegt in Romeinen, het is je redelijke eredienst als je je leven op het altaar legt als een levend, heilend en Gode welgevallig offer. Hij zegt, dat is jouw eredienst. Ja, zo mag je God dienen. Maar dat betekent dat alles waar jij aan vastzit, alles wat jij vasthoudt, alles wat jij belangrijker vindt dan wie God is in je leven, hij zegt, dat wil ik dat je het op het vuur legt. Op het altaar, zodat God kan komen met vuur. Ja, dat is weer zo'n rare exegese. Want als dus vuur komt, ja, kun je mij dan scheiden van mijn werken? Kan ik mezelf op het altaar leggen, dat het vuur als het ware selectief verteert? Maar Romeinen 12 betekent dat ook niet. Er staat dat u uw lichamen stelt tot een levende offerande. En lichamen wil zeggen het geheel van ons sociale, maatschappelijke leven. Alles wat aan de buitenkant van ons zichtbaar is, dat moeten we aan deze God wijden. Het is een overdrachtelijk gebruik van het woord offerande. Maar de associatie met de offerande van de Baalspriesters in de tijd van Elia geeft dus hier de suggestie dat als ik mijzelf als een levende offerande geef, dat ik dus ook op het altaar verteerd moet worden. Maar dan ben ik geen levende offerande meer, dan ben ik een dode offerande. Dus dat kan helemaal niet de bedoeling zijn. Dus lichamen stellen tot een levende offerande heeft niks te maken met de reiniging als door vuur, waardoor alles wat van mij is moet wegvallen en wat van Christus is moet overblijven. Er zijn natuurlijk dingen die wij moeten kwijtraken. Wij moeten de oude mens kwijtraken. Maar volgens Paulus in Romeinen 7 raken we die nooit helemaal kwijt. En die zeulen we nog met ons mee een hele tijd. Onze oude gewoontes, de slechte denkgewoontes enzovoort. En er is nergens sprake van dat we dat kwijtraken door een of ander proces van door vuur heen gaan. Dat allemaal wordt weggebrand. Nee, dat is iets wat bij ons blijft.
We worden van stap tot stap. Dat is een tekst van Paulus, ik meen uit 2 Korinthe 3. 2 Korinthe 3, vers 18. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer aanschouwen, worden naar hetzelfde beeld, beeld van Christus, veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Hè? Dus elke keer is er een beetje meer, elke keer is er een element, een karaktertrek van de Heer Jezus die bij ons wat sterker aanwezig is. En dat is de manier waarop God ons al voorbereidt in dit leven, totdat we uiteindelijk in de heerlijkheid gelijkvormig zullen zijn aan het beeld van zijn Zoon. We worden nooit gelijkvormig aan zijn Zoon, maar aan het beeld van zijn Zoon. Hè? Er is altijd een afstand tussen ons en de Heer Jezus wat dat betreft, die het volmaakte beeld van God is. Maar dat is de manier waarop God dat doet. Niet door oordelend in ons leven weg te branden wat niet hoort, maar door ons aan te trekken en te veranderen wanneer wij ons op de Heer Jezus richten, wanneer we in een levende communicatie met hem staan, zoals in de gelijkenis van de wijnrank. Hè? Wij zijn de ranken, hij is de wijnstok. Wij zijn in hem en zolang we in hem blijven, kan zijn woord ons voeden en dus ook veranderen. Dat wil trouwens niet zeggen dat er helemaal geen sprake is van oordeel in ons leven. Maar dat oordeel is de toepassing van Gods woord op ons leven door de Heilige Geest. En dat is eigenlijk heel iets anders. Even kijken of ik die tekst snel kan vinden. Maar Hebreeën 4. Want het woord van God, vers 12, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot verdeling van ziel en geest, zowel van gewrichten als van merg, en oordeelt de gedachten en overleggingen van het hart. Kijk, dat is wat Gods woord doet. Gods woord oordeelt ons, zodat we weten wat niet in overeenstemming is met de Heer Jezus, zodat we een biddend leven zullen leiden, zodat we de bijstand van de Heilige Geest zullen vragen. Maar er is geen sprake van dat Gods geest ons zit te kastijden, te slaan, opwerpt enzovoorts om bij ons een bepaald resultaat te bereiken. Merkwaardige manier van denken. Waar de geest is, is vrijheid, zegt Paulus ook nog een keer in 2 Korinthe 3. Dus daar is een speelruimte die God neemt met ons. Die wil ons opvoeden. Als jij een kind wil opvoeden, dan moet je het niet elke dag slaan wanneer het een fout maakt. Dan moet je het niet het speelgoed afpakken, omdat het zich niet helemaal gedraagt. Maar beetje bij beetje, dag tot dag, kun je een kind wat bijbrengen en het leren om uit eigen beweging datgene te doen wat goed is. En dat is veel eer, denk ik, waar we hier aan moeten denken dan aan dit proces van reiniging door vuur heen. En dan blijft er niets van je over. Dat is een blijde boodschap. Maar dat is het evangelie. Want zodra we Jezus aannemen, dan zijn we niet meer van onszelf. Het moment dat ik Jezus Christus aanneem als mijn redder en verlosser, leef ik niet meer voor mijzelf. Dan leef ik voor hem. Dan mag hij de regie nemen over mijn leven. Dat is christelijk leven. En weet u, God kan dan dingen van je vragen, waarvan je zegt, Heer, dit kunt u niet van mij vragen. En toch zegt God, ik vraag het toch van je. En dat laatste is dus helemaal niet verkeerd, helemaal niet vervelend. Dus uiteindelijk zou ik bij Rob van Zon niet een heel naar gevoel hebben gekregen. Maar eigenlijk elke exegese die hij brengt, of het nou Matthäus 3 is, of Romeinen 8 is, of 1 Korinthe 3 is, elke exegese is hier fout. En dat leidt dus tot een conclusie dat wij gedoopt moeten worden met vuur, dat dat regelmatig gebeurt, dat we daar eigenlijk naar moeten verlangen, omdat Christus met ons door het leven wil gaan en ons dan wil reinigen. Hoe werkt die reiniging? Dat is toch een heel ander soort van proces, denk ik. Denk aan 1 Johannes 1 vers 9. Wanneer wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.
Dat is een heel subtiel proces dat volgens Paulus in 2 Korinthe 4 dus de vorm heeft van heerlijkheid tot heerlijkheid, van dag tot dag, een beetje veranderen in de richting van wat God uiteindelijk met ons doen zal naar zijn eeuwig voornemen, namelijk dat we gelijkvormig zullen zijn aan het beeld van zijn zoon. Maar dat kan niet alleen maar als onze oude mens helemaal verdwenen is, niet als die nog in ons als een restant van het oude leven aanwezig is. En dat werkt toch echt anders dan hij het hier voorstelt. Sympathieker dus dan David de Vos, maar ook weer een slordige, verkeerde, onzorgvuldige exegese die leidt tot een toepassingsfout. Een enorme toepassingsfout. Matthäus 3 totaal verkeerd begrepen en de volgende teksten die in dat kader geplaatst worden, want die spreken niet rechtstreeks over een doop met vuur, ook 1 Korinthe 3 niet, waar het over die bouwmeesters gaat. En dat gaat dan vervolgens in de toepassing op die andere teksten helemaal mis, omdat hij met het beeld van dat vuur er eigenlijk mee aan de haal gaat. Maar als ik het zo hoor, moet ik bij hem zeggen, het is geen welvaartsevangelie, het is geen charismatische ellende, het is wel een poging om het evangelie te brengen. Dit is geen verkeerde prediking, maar het is zwak vanwege de verkeerde exegese, die leidt tot een verkeerde toepassing die eigenlijk al van tevoren bij hem vaststond. Dat is het idee wat hij wilde brengen. Dus is ook nog een keer de fout van wat je noemt proeftexting. Dat je teksten bij elkaar haalt die een idee dat je al hebt, of een idee dat je hebt gekregen gewoon door een vrije associatie met een beeld dat de schrift gebruikt van de dorsvloer. Dat je dat gaat uitwerken tot een preek van deze aard. Dank voor het luisteren. Dit was de preek van Rob van de Zon. Ik wil nog even iets zeggen voordat ik afsluit eigenlijk. Waarom maak ik deze serie? Om mensen alert te maken op het belang van een goede exegese in de prediking. Niet om te zeggen dat Rob van de Zon of David de Vos verkeerde mensen zijn, verkeerde intenties hebben, helemaal fout zijn. Maar dat er is een stijl van prediking populair geworden in evangelische kringen die zich eigenlijk van de exegese van Gods woord niet zoveel aantrekt. Ik vind dat jammer. Dus ik zou die broeders willen oproepen. Doe je huiswerk nou eens wat beter. Dan heb je genoeg te zeggen. En ik zou de mensen die daarna luisteren in de shelter en anderen, of die het op YouTube beluisteren, willen oproepen. Luister nou kritisch. Drenk jezelf helemaal in het woord van God. Laat dat voor jou de context van je leven, van je denken zijn, zodat je kritisch kunt luisteren naar een dergelijke prediking. En dat je niet wordt meegevoerd met de soms echt verkeerde gedachten die eruit voortkomen. Goede bedoelingen, slechte exegese leiden tot zwakke preken.